Hoe maak je een spread? Hallo, ik ben Leonie en dit is een filmpje voor prulliken.nl. Leuk dat je komt kijken. Binnen scrapbooking zijn er allerlei verschillende termen die je tegen gaat komen. Van een layout tot pocketpages. En vandaag gaan we het hebben over een spread. Vandaag wil ik graag een spread met je gaan maken. En voor wie niet weet wat een spread is, normaal gesproken in je scrapbook, als jij één pagina hebt, dan noemen we dit een layout. En heb je twee pagina's die bij elkaar één groot geheel vormen, dan heet het een spread. Dus het is gewoon twee pagina's. In dit geval heb ik mijn velletjes alvast gesneden, passend bij het album wat ik wil gebruiken. Dit is 17,7 bij 21,7 en ik heb de bijbehorende gaatjes alvast ingemaakt. Het kan zijn als je dus een ander album gebruikt dat je een ander formaat pagina nodig hebt. Of soms is het leuk om ook te spelen met het formaat binnen je album. Dit is in ieder geval het formaat wat ik vandaag ga gebruiken. Wat ik wil gaan doen is ik wil een aantal foto's gebruiken die ik dus... wat meer aan de linkerpagina laat komen en eentje aan de rechterzijde. Hiernaast wil ik een ruimte houden voor wat journaling. En journaling is gewoon het schrijven van de tekst behorend bij de foto's met het verhaal wat je wil vertellen. En dan heb ik hierboven nog genoeg ruimte om mijn titel te maken. Dus dat is ongeveer wat ik wil gaan doen. Wat ik daar nog meer bij wil gaan doen, is ik wil eerst die achtergrond een beetje gaan versieren. Ik wil rechts bovenin en links onderin wat inktvlekken gaan maken en die wat versieren. En ik denk dat het slim is om één pagina tegelijkertijd te gaan doen. En daar eerst dan een craft sheet onder te zetten. Dit is gewoon een soort plastic hittebestendig materiaal. Niet van Stampin' Up, maar die is te verkrijgen van verschillende merken. Dus als je hem ergens anders wil vinden, is dat ook prima. Deze had ik al uit mijn tijd voor Stampin' Up, dus dat materiaal blijft gewoon goed. En ik wil mijn oppervlak meer beschermen dan alleen met een velletje rasterpapier. Dus vandaar, daar valt iets om. Ik heb vast twee kleuren inkt gekozen. Ik heb hier Pool Party inkt voor mijn basis. En dan wil ik een verdunde variant erbij gaan gebruiken van Shaded Spruce. Om een beetje een wat koudere sfeer neer te zetten. En daarvoor wil ik dus inktvlekken gebruiken. Er zijn een heleboel verschillende manieren waarop je inktvlekken kan maken op je papier. En vandaag wilde ik die gaan doen waarbij je de inkt met water verdunt op plastic. En het dan afdrukt. Dan kon ik even geen verpakkingen vinden. I know, shocking. Maar ik heb wel nog een heleboel van deze insteekhoesjes waar je je kaarten of je andere projecten in kan bewaren. Dus ik denk dat ik deze gewoon ga gebruiken. En omdat ik met twee kleuren inkt werk en ik wil nog wel eens een keertje van gedachten veranderen, denk ik misschien handig om twee van die plastic dingetjes te gebruiken. Ik begin met licht, want ik vind het altijd spannend. Sowieso met vrije technieken vind ik het nog steeds spannend. Dus ik breng gewoon wat inkt aan op mijn plastic. Ik heb hier een spritsbusje met gewoon water. Ik pak vast wat keukenrol in beide hand, want... Nogmaals, ik ben nog steeds niet zo heel handig met vrije techniek, maar ik wil het wel proberen. Dus ik maak hem wat nat, wat de kleur ook wat gaat verdunnen, want ja, het is water. Dopje erop, papiertje erbij. En dan kan ik mijn inktvlekken gaan maken. Dapper van mij, hè? Om gewoon inktvlekken te maken op mijn vel. Ik laat hem ook een beetje verder naar... de randen toe lopen. Ik vind dit eigenlijk al best wel leuk. Het leren nog wel een keer. Vrije technieken. En dan wil ik... En dan zal ik die andere... Oh, ik heb hier geknoeid. Dan zal ik mijn andere velletje gebruiken voor de Shaded Spruce kleur. Gewoon zo... Voor mijn eigen gemak dat ik de donkere en de lichte kleuren een beetje uit elkaar haal. Hier zal ik wat minder inkt gebruiken, want de kleur is wat dieper. En die kan ik opnieuw spritsen. Ik ga het gewoon een beetje bewegen.
Zo. Nou, en dit kan je natuurlijk dus ook doen voor een kaartachtergrond. En in plaats van dat je dan dus een foto erbij doet, doe je iets heel anders. Dan ga je er een afbeelding van een beestje of een bloem of een, nou ja, net wat je mooi vindt erbij doen. Ik hou dit even zo. En dan pak ik deze erbij. En dan wil ik natuurlijk dat dit hierboven een klein beetje nog doorloopt. En ik wil hieronder hetzelfde doen. Dus ik ga hieronder ook een klein beetje nog doen. Zo. En dan krijgen we deze. Ja, nou voelt het meer als een geheel. Nou, dit moet uiteraard drogen. En dat kan ofwel met een heat tool, ofwel gewoon aan de lucht. Ik denk dat ik begin met aan de lucht, want er zijn nog wat andere stapjes die ik ook kan doen. Dus ik leg deze even opzij. En ik zal eens laten zien wat ik bedacht heb tot nu toe. Ik heb hier een aantal fotootjes die ik dus wil gaan gebruiken op die layout. En waarvan ik de fotootjes zelfs ook al geperforeerd heb. Dat was heel erg eng natuurlijk, de allereerste keer. Dus ik heb hier, dit is mijn dochter, dit is Pleuny. En daarnaast, daar ben ik, toen ik nog lang haar had, met Wouter en mijn vader. En mijn zoon Tobias, en daar komt dus de kleur Shaded Spruce vandaan. En aan de andere pagina heb ik mijn moeder met Pleuny. Dit was op vakantie. Toen mochten de kinderen allemaal een slush puppy, wat natuurlijk hartstikke leuk is. Want dan krijg je zo'n mooie blauwe tong. Maar ook een brain freeze. Dus zo gaat de titel zijn, gaat brain freeze heten. Nou, hier wil ik nog een stuk designpapier achter. En daarvoor heb ik stargazing gepakt. Ik vind het een leuk papiertje en ik vind dit patroontje met die sterretjes heel erg leuk. En ik wil de sterretjes in deze richting. En ik heb opgemeten dat ik wil dat hij in totaal 21 centimeter bij 9,5 is. Dus dan is hij iets smaller dan de totale breedte. En dan moet ik hem doorsnijden bij 15 centimeter. Dus ik leg dit eventjes allemaal opzij. Ik zal mijn fotootjes er even afhalen, zodat hij kan drogen. En dan pak ik mijn papiersnijmachine. Dus 21 bij 9,5. Bij 9,5 kunnen we hier ook al aan de zijkant afmeten. Dus dat is daar. Dit. En dan moet ik hem doorsnijden bij 15. Dus dan heb ik hier een stukje voor daar. En dan, oh, dat kan je niet zien, want dat is buiten beeld. Dus dan heb ik een stukje voor hier en een stukje voor hier. En daar komen dan dus de fotootjes overheen. En zo ga je langzaam je layout opbouwen. Ik ga wel ook alvast de gaatjes hierin maken. Want dan weet ik waar ik alles moet gaan plaatsen. En ik ga mijn gaatjes iets verder zorgen dat die wat meer naar beneden komen. Dus wat ik doe is ik leg mijn papiertjes op elkaar zoals ze zouden zijn wanneer alles dichtgevouwen is. En dan pak ik mijn perforator. Dus ik heb hier een drievoud perforator. Ik heb er washi tapes op gedaan, want dat is... tot aan daar moeten die gaatjes komen. En tot aan daar moeten die gaatjes komen. Maar voor dit maakt dat natuurlijk niet uit. Dus ik kan gewoon kijken van, ik wil ze ongeveer daar hebben. Dus ik kijk gewoon hier aan deze kant. Hoe ver zit hij? En het is gewoon puur een gok hoor. Ik zou nog wel een fotootje erbij kunnen pakken. Dat ik zie van, oh, hij moet ongeveer daar komen. Ongeveer daar komen. Ik haal mijn fotootje weg. Niet dat ik per ongeluk nog een keer extra gaatjes erin perforeer. Nou,
Ik denk hier. Dapper wezen. Het is maar papier. Kijk hoe die kleins. Nou, ik wil niet veel zeggen, maar dit is perfect. Dit is perfect. En die komt dan hierop. Nou, dat is toch superleuk? Nou, ik ben hier blij mee. Dit begint al rustig aan te drogen. Dit is nog heel erg nat, maar het gaat de goede kant uit. Oké, wat kan ik nog meer doen aan mijn layout? Oké, dus ik heb eventjes zitten puzzelen. Ik wil in groen, want dat is de kleur van het bandje wat je hier ziet, wil ik van hetzelfde stargazing papier, ik laat het gewoon lekker terugkomen, wil ik een journaling box gaan maken. En ik wil dat die ongeveer zo groot wordt en... zo, nee, lager. Zo hoog. Oh, daar komt een gummetje. Ja, zo hoog. Beetje hoger dan. Zo hoog. Dus het is allemaal een beetje op de gok. Dus dat ga ik uitsnijden. En daar ga ik denk ik gewoon simpel strepen optrekken met een zwarte pen. En dan kan ik daarna mijn verhaal erop schrijven. Dan wil ik hierachter nog een laagje oranje. En ik heb ook uit Stargazing dit oranje. Nou, dat komt dus vanwege Pleunier de Trui. Ik vind het altijd heel erg leuk om de kleuren die in de foto zitten nog een keer te herhalen in de achtergrond. Dus ik denk dat ik gewoon twee strookjes ga snijden. Misschien dat ik zelfs twee strookjes ga snijden. Die ik dan hierachter kan plaatsen en dan op maat kan maken. En ik wil dit gebruiken om mijn letters uit te stansen. En daarvoor ga ik natuurlijk de Alphabet Alamode Dies gebruiken. En dan ga ik de lettertjes gebruiken om het woord Brain Freeze uit te kunnen stansen. Hier ga ik eerst nog een laagje adhesive sheet achter plakken. Adhesive sheet is een dubbelzijdige lijmlaag. En die zorgt ervoor dat ik dan straks mijn lettertjes gewoon eenvoudig kan opplakken. Zonder dat ik met multipurpose liquid glue met de Tombow lijm heel voorzichtig moet proberen om ieder friemeltje van het lettertje uit de lijm op te doen. Zonder dat het allemaal uitsmeert. Dus dit ga ik eerst allemaal beplakken en stansen. En dan kom ik bij je terug om te laten zien wat we dan nog moeten. Want ik ben nog niet klaar met mijn achtergrond. Daar komt nog meer bij. Oké, dus uitgesneden, uitgestanst. Ik leg het even aan de kant. Want als het goed is, ben ik nou een heel eind verder met mijn achtergrond die nou zo goed als droog is. En daar wil ik nog wat op stempelen. Tja, stempels. Voor mijn stempels hierbij, bij een Brain Freeze, heb ik Seasons of Chic genomen. Dit is voor mij een nieuwe stempelset. Ik heb hem nog geen week in huis. Ik wilde het sneeuwvlok gaan gebruiken voor het hele bevroren idee. Misschien nog wat aan spikkels en eventueel een tekst, maar daar ben ik nog niet helemaal over uit. Dus ik ga opnieuw mijn craft sheet hieronder leggen. De sneeuwvlok wil ik gaan gebruiken, stempelen in Balmy Blue. En ik ga hem gewoon stempelen en ook afgestempeld gebruiken. Dat was trouwens niet zo slim. Even ook een schutvelletje erbij om af te kunnen stempelen. Want anders krijg je dit soort rare, half al wel, half nog niet afgestempelde dingen. Nou. Misschien komt daar nog net iets van mijn journaling overheen en is het minder erg. Echt is ook niet heel erg. Zo. Nou, dat. Dan dacht ik dat het leuk zou zijn om die stippeltjes toe te voegen met Tahitian Tide. Want dat is de kleur van de sterretjes hier in het papier. Gewoon een paar vlekjes. Her en der. Ik zal ze ook afstempelen. Oh. Nee, ik ga ze niet afstempelen. Dan zijn ze helemaal niet meer zichtbaar. Als ik nou met Pool Party inkt. Oh, er is een washtape onder.
Nog heel klein. Ik had klaargelegd voor het geval dat ik daar wilde. Love you. Ik ga hem eerst afstempelen om te kijken of dat ik hem mooier vind als hij licht is. Ja, ik denk dat ik daar... Zo. En dit is net gewoon wat meer om, wanneer je in het album voor de 6e keer doorkijkt, om te ontdekken van, hé, wacht, daar staat nog iets in. En ik denk dat dat voldoende is. Je kan natuurlijk ook nog van allerlei andere extra technieken toepassen. Maar ik denk dat dit zo goed is. We gaan dingen opplakken. Het eerste wat ik ga opplakken, is ik ga mijn foto's op dit papiertje plakken. Gewoon puur zodat ik weet dat mijn cirkeltjes uitlijnen, mijn gaatjes uitlijnen. En dan kijk ik daarna wel hoe dat met de rest gaat lopen. Ik gebruik mijn favoriete multipurpose liquid glue. Want dan heb ik nog een beetje wiebelruimte. Kijken wat we zichtbaar houden. Dit. Deze wilde ik hieronder hebben. En deze wil ik hierboven hebben. En dan wilde ik mijn journalingblok. Zo ongeveer. Ja. Zo dus. Oké, dus wat ik ga doen is ik ga heel voorzichtig in mijn potloodlijntje zetten. Van hier komt mijn papier. En hier komt mijn papier. Tot aan hier. Tot aan daar. En ik kan mijn potloodlijntjes natuurlijk weer wegmommen. Dat is mijn groene. En dan komt mijn oranje. Hier. Dus dat moet hem ongeveer wezen. En dan gaan we het proberen op te plakken zoals ik het ongeveer had. In de hoop dat het er goed uitziet. Deze eerst even doorknippen. Want de gaatjes, dat weten we. Dus ik heb hier mijn schaartje. Dat kan natuurlijk ook met een papiersnijmachine, maar... Dit moet lukken zo. Hartstikke idee. Dan gaan we deze opplakken. Dan heb ik natuurlijk nog mijn letters. En ik denk dat ik brain op de ene kant doe en freeze in de andere. Ik wilde eerst een verdeling maken... Tussen de R en de E van freeze. Maar ik denk dat het mooier is om het als twee woorden uit elkaar te halen. Rustiger leest ook. En ik denk dat ik de oranje lijn aanhoud van mijn papier. Die schuin is. Om mijn letters mee uit te lijnen. En waar dit wel helemaal doorloopt, durf ik dat met de letters niet te doen. Want dan moet ik in mijn letters gaan snijden. Oh, misschien dat het net over de gaatjes heen... Het past net om de gaatjes heen. Oh, kijk nou. Het past net om de gaatjes heen. Oh, dat is wel heel erg perfect zo. Oké, dat gaan we doen. Dus, maar dan werken we vanuit de E's naar buiten toe. Dat gaan we doen. Ik gebruik mijn Take Your Pick tool om die achterkantjes eraf te halen. En ik begin met deze E. En ik werk naar buiten toe om ze stuk voor stuk op te plaatsen. Misschien heb ik mijn Take Your Pick tool niet eens nodig. Oh ja. Om ze te plaatsen is dan nog altijd makkelijk.
Ik vind het wel magisch dat het echt net eromheen past. En dan loopt de titel gewoon door. Ja, alles van de pagina loopt door. Iets ietsje hoger. En pas wanneer je de letters echt goed aanduwt, dan zitten ze vast. Dus ik plak deze even op en dan kom ik bij je terug. Nou, alles is opgeplakt. De letters zitten allemaal. Ik heb mijn journaling erbij gezet. Er staat Pleunie, Tobias en Wouter zijn dol op slushpuppies. Ze mochten er iedereen met beide kleuren. Omdat ze hard hadden gespeeld, waren ze dorstig en begonnen gulzig aan hun drankjes. Hierdoor kregen ze eerst een blauwe tong en daarna een brain freeze. Gelukkig waren er knuffels van oma Carla en mij om de pijn te verlichten en de warmte te delen. Dus ik denk dat deze zo helemaal goed is. Dus ik ga hem toevoegen in het mini-album waar ik hem bij bedacht heb. De plek waar die gaat komen. Hier komen dus nog meer dingetjes. Ik maak niet altijd alles in dezelfde volgorde als we het meemaken. Dus hier hebben we de Brain Freeze pagina in het album. Mocht je nou storen en dat pagina's opkrullen, je kan ze ook gewoon strijken. Leg er dan wel een extra velletje over om het te beschermen. Let op met foto's, dus hou het echt alleen op het papieren achtergrond. En dan kan je hem weer gewoon glad krijgen. Maar eerlijk is eerlijk, op het moment dat je een album een tijdje plat hebt bewaard, dan duwen de andere pagina's hem ook plat. Dus dit is de spread voor vandaag. Wanneer je dus twee pagina's hebt die aan elkaar één geheel vormen, heb je een spread. Dus het wordt verspreid over twee bladzijden in plaats van één enkele layout. In dit geval had ik ontzettend veel geluk met de plaatsing van mijn letters. Dat gebeurt niet altijd zo, maar in dit geval, ja, het heeft zo moeten zijn. Heb jij nou ook zin gekregen om creatief aan de slag te gaan, maar heb je daar nog materialen bij nodig? Dan is het fijn om te weten dat ik een onafhankelijke stampin-up demonstratrice ben en ik help jou graag met je bestelling. Je kunt hem plaatsen door gebruik te maken van de link naar de webshop, die vind je hieronder in de omschrijving. Denk er dan ook aan om gebruik te maken van de gastvrouwcode. Deze kun je gebruiken bij al je bestellingen onder de 200 euro, maar weet dat wanneer je een bestelling plaatst van minimaal 50 euro via de webshop met de gastvrouwcode, je aan het einde van de maand een kleinigheidje krijgt van mij als dank dat je mij hebt gekozen als jouw demonstratrice. Je kan ook ervoor kiezen om je bestelling rechtstreeks door te geven aan mij door een mailtje te sturen naar leonie@prulleke.nl. Dan kan je bijvoorbeeld meedoen met de verzamelbestelling van 19 september. Of een latere bestelling als je na die datum bestelt. Het voordeel daarvan is dat ik de verzendkosten vanuit het magazijn in Duitsland naar mij thuis betaal. En je alleen maar de actuele verzendkosten van PostNL tarieven hoeft te betalen om het dan weer naar jou door te laten sturen. Of je kan het gratis met mij thuis komen afhalen. Ik hoop dat je het een leuk filmpje vond, inspirerend en dat je zelf ook gaat proberen om een soort achtergrond te maken op je layout of op je kaartje, net wat je wil. Vergeet niet om een duimpje omhoog te geven en laat een comment voor me achter om me te laten weten wat jij vond van dit filmpje en deze spread. Heb je het nog niet gedaan? Druk dan ook vooral even op de rode abonneerknop, zodat je ook in de toekomst geen enkel filmpje van me zal missen. Want elke dinsdag en vrijdag ben ik hier op YouTube te zien met een nieuw stukje informatie of inspiratie. Wil je meer? Dan kun je altijd abonneren op mijn nieuwsbrief en dat kun je doen door te gaan naar www.prulleke.nl. Dat was hem weer voor nu. Ik wens je vast heel veel knutselplezier deze week en graag tot de volgende keer. Doei doei!